Tijdens een informatieavond eind februari krijgen geïnteresseerde inwoners van Dessel en Mol het voorlopige ontwerp te zien van het toekomstige communicatieparcours tussen de Gravenstraat en Kastelse Dijk. Via een internationale ontwerpwedstrijd viel de keuze op deze architecturale creatie van Bovenbouw Ono. Een soort tafelstructuur omvat talrijke kleinere gebouwen rond het centrumplein. We hebben dat heel letterlijk willen vormgeven in de wedstrijd, in onze wedstrijdinzending. Omdat we ook echt geloven dat in het heel begrijpelijke idee van de schaal van een dorpsplein waar gebouwen er omheen staan, dat in dat hele begrijpelijke idee die ontmoeting het beste zal werken. In die zin hebben we gewoon verschillende gebouwen gemaakt met verschillende adressen, verschillende voordeuren. En hopen we ook dat de mensen op een heel logische manier dat plein gaan gebruiken als ontmoetingsplek. Het gebouw moet ook de complexiteit van de nucleaire problematiek en tijdsdimensie uitstralen. De berging van het laagradioactief afval zal zeker 300 jaar in het landschap aanwezig zijn. Daarom wordt het communicatiecentrum een flexibel gegeven. We willen ook een gebouw maken dat in zekere zin over 50, over 100, over 150 jaar ook weer in zekere zin wat van gedaante kan verwisselen zonder dat je eigenlijk van nul begint. Zodanig dat die dynamiek en die tijdspannen ook deel wordt van het verhaal. Het communicatiecentrum wordt het kloppend hart van het communicatieparcours met landschapspark en catwalk. Het gebouw omvat een onthaal- en infocentrum, kantoorruimte, theaterzaal en tentoonstellingsruimte. De transparantie staat symbool voor de open communicatie, een belangrijk aspect voor partnerschappen Stora en Mona. Binnen dat communicatiecentrum zijn belangrijk eerste het communiceren zelf over wat dat radioactief afval is, wat de rol van Dessel in het ganse verhaal van de berging is en natuurlijk wat de toekomst gaat brengen voor het radioactieve afval. Dat is één. Ten tweede is dat het ganse communicatiecentrum natuurlijk ook zijn sociale functie gaat moeten vervullen. Dus wij bieden iets aan dat ook voor het verenigingsleven zijn nut kan hebben. Hè. Ik denk dat voor Mona het grootste belang ligt bij het communicatieve aspect van het communicatiecentrum. Niet zozeer met het aanbieden van lokalen voor de vereniging en dergelijke, maar wel de communicatie over hetgeen zich afspeelt in Mol en Dessel met betrekking tot de laag nucleair afval en een correcte open communicatie daarover. Tijdens de infoavond wordt ook een voorsmaakje gegeven van de permanente expo over alles wat met het beheer van het radioactief afval te maken heeft. Het wordt een soort wetenschapspark met een mix van projecties, informatiepanelen en doe-opstellingen. Ook wetenschapsbeleving krijgt een plek, zoals bijvoorbeeld een lift experience. Het is natuurlijk geen echte lift, maar via een trilplaat en via projectie rondom ga je als het ware door de aardlagen heen en kom je eigenlijk in een ondergronds laboratorium. En op die manier krijg je eigenlijk tijdens die experience inhoud van ja, waar staan die aardlagen voor, wat zit daar in die aardlagen in, hoe lang bestaan die al, hoe lang zijn die al stabiel, krijg je ook info over het ondergronds labo enzovoort. Omdat het communicatiecentrum pas in 2019 de deuren opent, gaan de ontwerpers nu al op zoek naar de allernieuwste technieken om de expo vorm te geven. Op die manier kan het toegankelijk gemaakt worden voor alle leeftijden, alle kennisniveaus en via een badgesysteem zelfs voor alle persoonlijke interessesferen. Met iBeacons bijvoorbeeld kom je aan een bepaalde opstelling en schiet die dan in gang in volgens uw taalkeuze. Maar eigenlijk kunnen we daar veel meer mee doen dan alleen maar taalkeuze. We kunnen eigenlijk ook ingeven van we willen meer weten over het menselijke aspect over het ethische aspect. Dan ga je eigenlijk langs de opstellingen waar die aspecten in terug te vinden zijn. Tegen de zomer van 2015 hopen alle betrokken partijen tot een definitief ontwerp te komen. Op basis daarvan kan de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Het aanwezige publiek reageert alvast enthousiast op de plannen. Het ontwerp op zich is heel prachtig. Hè? Die tafel, indeling van 100, dat is, zal mooi zijn als dat was, denk ik. Ik was wel verrast, ja. Hele mooie beelden ook al. Het is nog wel conceptueel natuurlijk. Het is er nog niet, maar het ziet er wel veelbelovend uit. Als de polyvalente lokalen en de theaterzaal, als dat voldoet aan wat de mensen verwachten, dan zullen zeker verenigingen daar naartoe komen.